Oh my god, schat. Wat zit er in onze slaapkamer? Nou, we hebben alweer paniek over mijn moeder. Ik had jullie verteld in een vorige video dat, dat ze ook een borstverkleining heeft gehad. En dan sturen ze het weefsel altijd ook op. Ik heb overigens even nagevraagd wat erin zit. Last van... uiteraard heb ik het ook even benoemd bij mijn internist. Want er gaat natuurlijk gelijk als eerste alle alarmbellen af dat je denkt, oh mijn god. Even een laatste update. Lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. We zijn daar eventjes uit. Even de benen strekken. Even lekker ontspannen. En we moesten iets halen. En toen dachten we, nou dan kijken we gewoon gelijk daar in de buurt. Of er iets is. En we zitten nu in de World Trade Center. De WTC. WTC in Den Haag. Ja, en bij een Italiaans gedeelte. Donna. Bardonna was het dan. Bardonna. En we hebben een burrata salade en een lekkere pizza. Het ziet er goed uit. Lekker pepertje erop. Nou ja, en ik had er dus over nagedacht om morgen pizza op het menu te zetten. Dus dan ben je weer helemaal geïnspireerd. Ja. Zit je haar goed? Oh my god, schat. Wat zit er in onze slaapkamer? Ik denk een kevertje. Kevertje? Jezus. Ik zag hem vanaf de gang. Ik denk, wat zit daar? Kom mee. Dit is de Zuid-Afrikaanse mestkever. Gewoon hier in onze slaapkamer. Kom mee. Daar zit hij. Nou, haal hem vooral weg uit onze slaapkamer. Dat zou heel fijn zijn. Maar dit is de paringsdans. Zijn we hem dadelijk kwijt? Zit hij in ons bed? Zo, dan ga ik gillen hoor. En dan kan ik er niet zelf uit. Ah. Niet grappig. Ik vind het wel grappig. Echt. Ja, hij is bewogen, ja. Heb je die poten gezien? Wat ga je het opzuigen? En dan? Ga je hem daarna weer vrijlaten? Daar blijft hij leven in dat ding. Luister mevrouw, u belt de ongediertebestrijding. Daar werk maar dan mee over, ja? Hij gaat echt springen in jouw nek, hè? Ja, maar dan. Dadelijk ga je door de... Oh, dat is venster, een prachtig exemplaar. Gaat weg, man. Oh my god. Dat zijn echt mooi. Super mooi. Hij gaat hem niet pakken hoor, denk ik. Ja, wil niet. Ja, blijf eens zuigen totdat je buiten bent. Er zit een klepje op. Hij ging niet echt van harte. Nee. Hij dacht, ik wil niet. Oh, hier zit hij. Ik moet een potje doen voor Jessie. Zo, ja. Kan hij kijken? Ja, is goed. Doe maar. Potje wel buiten zetten graag, dank u. Waar is dat potje? Waar is dat potje? Beneden op de tafel. Zo, nou mijn lieve vent is alweer thuis. Hè? Van school? Ging het goed? Ja? Nou, we hebben alweer paniek. Wat is dit vandaag? Sinterklaasjournaal! Sinterklaasjournaal is begonnen, maar het begon alweer gelijk met een probleem. Ze zijn het boek vergeten. Ze zijn het Sinterklaasboek vergeten, jongens. Hoe moet dat nou? Wat? Ze zijn het Sinterklaasboek vergeten. Dat is zo'n beetje het belangrijkste van wat er is. Sowieso. Ja, sowieso. Ja, en nu? Dus denk je dat... nu kan het niet doorgaan dan, het Sinterklaasfeest. Nee. Nee. Nou, dan maar, maar dan moet hij weer helemaal terug als hij het boek gaat halen. Ja, maar dan zijn ze nooit op tijd.
geen Sinterklaasfeest dit jaar. Oh nee, toch. Valt alles in het water. Of heb jij wel vertrouwen in Sinterklaas en de kinderen dat ze hem toch gaan halen? Of iets? Ja, maar dan moeten we terug naar Spanje. Die Pieter toch. Altijd iets vergeten. Ja, die Pieter zijn ze helemaal dom. Oh. Hé, hey, en er kwam een cadeautje binnen. Terwijl ik de vlog voor jullie aan het maken was. 2 cadeautjes. Oh jee. Ga jij mij helpen? Nee, maar die zijn van mij. Zijn die voor jou? Nou, nee. Er staat René van Ginkel op. Dat ben ik. Nee, hier sta ik op. Nee, daar sta ik op. Kijk je uit, liefie? Oké. Ik zet hem even neer zo. Kijk, hopelijk blijft hij staan. Zo. Ja? Ga jij hem voor mij openmaken? Nou, want jij kan hem niet openmaken. Even kijken. Oh. Ik ga alles kapot maken gewoon. Voorzichtig. Zo. Meisje. Dit gaat niet helemaal goed dit. Oh, hier moeten we trekken. Ja. Oh ja. Trekken, deze trekken. Deze trekken. Goed zo. Soms heb je gewoon een dikke knuffel nodig. Oeh. Oh, een ja. Kaart. Sending positive vibes. Your way. Sending positive vibes your way. Hey, die is leuk. Laat die nog maar even dicht, Jess. Maar is die echt voor mij? Lieve René, we hopen dat je je snel weer wat beter gaat voelen en dat je nu weer de positieve kant op mag gaan met alles. Laat je lekker vertroetelen door je 2 mannen, maar dat zullen ze vast doen. Liefst Karin, Jeffrey en Jax. Ook een dikke knuffel voor je moeder van mij. En weet je wat nou super lief is? Karin... Die stuurt mij een cadeautje, terwijl ze net zelf geopereerd is. Ja. Die zit in hetzelfde schuitje. Ja. Oh, lief hè? Ja. En wat zit er in het cadeautje dan? Nee, weet ik niet. Oh, zit er weer iets lekkers te eten in? Ja. Oh. En dat mag ik ook eten. Nou, dat weet ik niet hoor. Een flink stuk cake. Yum. Kijk, die kunnen we zelf maken. Oh. Hey. Ik wist dat niet dat het... Dat is lekker. Ik wist niet dat het al klaar was. En we hebben nog een groot cadeau. Ja, het is groot. Dan mag je wel kapot scheuren. Het handigste is dat je gewoon alles kapot knakt. Ja, maar wat? Wat? Er zit gewoon niks in. Er zit gewoon niks in. Nee? Nee. Helemaal niks. Oeh. Een beker. Oh, holy jolly. Is alvast voor kerst. Dat is leuk. Ja. Daar ben je, Jessie. Dat is schattig. Merry Christmas. Beterschapjes. Oh, het lijkt er wel op. Ja. Ah, lieve René. Heel veel beterschap. Groetjes Marcella en Olaf. Ah, dankjewel schatjes. Oké. Onze vriendjes. Zo. En Jesse Silver is ook blij met de bubbeltjes bescherming. Ja. Ach, wat ben je toch weer gewend. Een kaartjes, een mooie beker en cake om zelf te maken. Nou. Ontzettend lief. Zo, nou. Hij is gevangen. Zodat Jesse Silver hem even van dichterbij kan bekijken. Kijk daar. Waar is die? Oh my. Kun je me goed zien, Jesse? Ja, oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Maar we moeten hem ook weer terug doen, hè? Terug doen? Net, hij zat boven bij het raam. In onze slaapkamer.
Ja, maar dan moeten jullie ook weer terug buiten doen, anders gaat hij overleden. Ja, ik zet hem buiten. Anders gaat hij overleden, ja. Dat is heel zielig. Want dieren horen bij de... Nee. Dan gaat hij in de natuur, hè? Ja. Dat heb jij geleerd, hè? Kom kijken. Kijk in het glaasje, dan kan je beter zien. Nou gaat hij weer omhoog. Zie je het? Ja. Okay. Maar we gaan hem weer terugzetten in de natuur, hoor, Jess. Nu gaat hij weer omhoog. Ja. Heb je goed geleerd, hè? Bij het bosthema. Nee, we doen het zo thema. Goedemiddag. Kijk je boos, Jessie. Wie? Lena. Lena? Nou, gelukkig ga je zo zwemmen, dan gaat het er misschien uit. Hè? Ja, maar dan moet ik mijn ogen dicht houden. Oh ja, dat is waar. We hebben Jesse Silver net opgehaald. En wel het voordeel dat ik heel rustig aan moet doen. En dat ik eventjes niet zoveel mag en niet mag werken. Dan, wat is het voordeel? We kijken het naar positief, hè? Jij gaat mee! Ik kan mee naar zwemmen! Ja! Ja, ik kan niet meezwemmen. Nou, dat kan nou helemaal niet. ik mag toch helemaal mijn armen niet strekken en zo? Wel? Nee. Dat mag wel. Maar ik kan wel heel goed zitten en naar jou kijken. Hoe goed jij het doet. Ja, ga je maar goed luisteren? Ja, maar weet je, kan je wel stilstaan? Ik kan wel stilstaan, maar ik heb begrepen dat we gewoon lekker kunnen zitten in een restaurantje. Dat wij achter het glas kunnen kijken hoe goed jij het doet. Super benieuwd hoor. Waarom ga je nou je gast gebruiken? Oh, is het hier? Ik ben er dus ook nog nooit geweest, hè? Ah, dus het is hier. Maar weet je, zo krijg je een bots van de politie. Krijg je een bots van de politie? Post. Nee, wel post. We zijn er nog niet. En we zijn een beetje aan de late kant vandaag. Ja, we moesten even haasten. Komt omdat mama een beetje langzaam is. Nee, en omdat we ook goede tijd niet in de gaten hebben gehad. Nee, dat ook. Komt goed. We zijn er bijna. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag. Precies een week geleden ben ik geopereerd. En het gaat redelijk goed. Nou, redelijk. Het gaat best wel goed. Ja, het is gewoon even aanpassen dat je natuurlijk vrij weinig mag. En dat vind ik moeilijk. Dus Sergio zegt de hele tijd, dat mag je niet. Dus het is maar goed dat ik iemand in mijn buurt heb. vandaag is de eerste dag dat ik volgens mij alleen ben. Ja. De lieve buurtjes die hebben Jesse Silver weer mee naar school genomen. En Sergio is heel de dag werken. Dus ja. Ik heb wel gemerkt dat ik gisteren best wel wat heb gedaan. We zijn wat gaan lopen en zo. En ja, we zijn even naar de Mall of the Netherlands gegaan. Jesse Silver van school gehaald, et cetera. En toen merkte ik wel van, oh, ik heb misschien wel iets te veel gedaan. Ik was dat corset ook even helemaal zat. Maar goed, op zich valt het allemaal reuze mee, hoor. Dus ik mag niet klagen. Daarnaast hebben we goed nieuws gekregen over mijn moeder. Ik had jullie verteld in een vorige video dat dat ze ook een borstverkleining heeft gehad. En dan sturen ze het weefsel altijd ook op voor de zekerheid. En daarmee was de ene borst was helemaal oké en de andere twijfelde ze. Dus we hebben toch wel even een week wel in onzekerheid gezeten. En ik merkte gewoon gisteren dat ik wel echt... Ik had het op een gegeven moment wel even weg kunnen drukken, zeg maar.
Maar op een gegeven moment die dag zelf, gelukkig werd ze om 9:45 of zo geholpen. Maar ik heb heel slecht geslapen die nacht. En ik dacht ook die ochtend van, ik blijf gewoon in mijn bed liggen totdat ik van mijn zus hoor. Of mijn moeder, dat het oké is, hopelijk. Ja, maar ik moet er niet aan denken dat dat ook nog helemaal fout gaat. Dus we hebben nieuws gekregen dat het eigenlijk gewoon oké was. Alleen was het ook weer niet helemaal oké, denk ik dan. Want ze denken dat het eigenlijk een soort van voorstadium was. En volgens mij noemen ze dat een desis. Maar aangezien ze natuurlijk alles ruimschoots hebben weggehaald, hoeven ze daar dus verder niks mee. Het was dus nog geen kanker, maar het kon wel een voorstadium zijn. En ik heb wel eens begrepen dat als dat zo is, dat het ook nog wel zo kan zijn dat je lichaam het wel gewoon opruimt. Maar dus in ieder geval, het is eruit gehaald. Het heeft niet verder kunnen groeien tot wel echt iets kwaadaardigs. Dus daar zijn we blij mee. En verder mag ze gewoon in de reguliere mammografieën mee, bevolkingsonderzoek. Maar natuurlijk niet binnen korte tijd. Want je wil echt niet onder zo'n pletter als net je borsten verkleind zijn. Dus dat was een hele opluchting, kan ik je vertellen. Nou, ik ben nog steeds heel erg blij met mijn décolleté. Ja, ik zag jullie wel kijken. Ja, jullie zitten de hele tijd aan mijn spleetje te kijken, hè? Ja. Nee, ik ben daar echt heel erg blij mee. En ik vind het ook nog steeds heel erg wennen. Ik zit er ook de hele tijd aan. Omdat ik denk, ja, het is gewoon... Ik ben natuurlijk heel erg gewend dat dit echt... Nou, heel erg gewend. De afgelopen 2 jaar was ik nu gewend dat dit echt op spanning stond natuurlijk. Het waren gewoon 2 overgevulde... ballonnen eigenlijk die erin zaten. En ondanks dat ik daar geen pijn aan had of iets. Ja, het is wel een bepaald gevoel natuurlijk. En aan de bovenkant zat dan die grote tuut. Hè, ik denk wel 5 centimeter zoiets. En dan moet ik ook heel erg aan wennen dat die weg is. Want ja, daar was ik altijd zo naar op zoek van... Oh, waar zit hij? Oh ja, hij zit nog boven. Want het was ook wel zo... Dan had ik waarschijnlijk zo verkeerd gelegen in mijn slaap. Zat hij ineens hieronder. Dus dan was hij dus gedraaid. Nou, dat was niet fijn. En dat kreeg je, grappig genoeg, ook zelf niet zomaar weer teruggedraaid. En dan ineens een paar maanden later of weken later, dan zat hij weer goed. maar in ieder geval, dat gevoel, dat is, ja, dat is gewoon gek. En het ziet er ook gewoon ja, heel mooi uit. En omdat ik natuurlijk mijn huid en mijn tepel... en tepelhof heb kunnen besparen. Ja, ik zeg ook tegen mijn omgeving... Het is bijna gewoon weer alsof ik mijn eigen borsten weer heb. Alleen die van mij, die waren wel al iets gezakt. Ik had hele mooie borsten hoor, prima. Maar ja, ze waren natuurlijk wel zwaar. Zwaartekrachten, die gingen er al een beetje in zitten. Dus ze zitten nu zelfs een beetje omhoog. En ja... Ook dat ze dan zeggen vaak met die siliconenprotheses van ja, dat voelt dan kouder aan. Dus dat is dan minder prettig. Ik denk, nou, ik weet niet, maar bij mij zijn ze bijna altijd warm. En ik had het ook met de tissue expanders. Dus ik ervaar dat helemaal zo niet. Mocht dat iets zijn wat je tegenhoudt. Ik heb overigens even nagevraagd wat erin zit. En het is dus 450 cc Motiva protheses heb ik. Dat zijn nieuwere op de markt. En 150 cc ook per borst aan lipofilling wat daarin is gegaan. Dus dan hebben jullie een beetje een idee. Ik denk dat ik in cup DE zit. Ik heb natuurlijk nog niet echt een BH kunnen passen. Maar... In het ziekenhuis bij ons praten ze niet over cups. Omdat het ook met de vorm van je lichaam te maken heeft. Wat formaat daar dan aangegeven wordt. Dus zij praten in cc's. Dus ik dacht dat deel ik ook nog even met jullie. Want vaak wordt er wel naar gevraagd. En nou ja, dan hebben jullie een idee. Ik heb ook een, volgens mij een druppelvorm.
Ja, dus geen hele ronde, maar meer een druppelvorm. Die décolleté hebben ze vooral ook gemaakt volgens mij met de lipofilling. En niet zozeer met ja, echt een super ronde prothese. Nou, ik ga even chillen. Nou, ik ben weer terug vanuit het ziekenhuis. Ik had even een extra afspraak ingepland gekregen. Omdat er iets van wat kleurverschil te zien was op mijn rechterborst. Maar dat is op mijn bestraalde borst. Dus ze zeiden gewoon, laten we gewoon even voor alle zekerheid eventjes kijken voor het weekend. Dus ik kon extra langskomen. Dus dat was wel heel fijn. Het zag er gelukkig allemaal rustig uit. De kleine verkleuring is waarschijnlijk gewoon omdat het mijn bestraalde borst is. Kan zijn dat dat nog minder wordt. Kan ook zijn dat het een beetje blijft. Maar goed, dat vind ik allemaal niet dramatisch als het maar niks is. En ja, de wonden zagen er ook goed uit. Ze heeft even alle pleisters eraf gehaald. Even checken en weer erop gedaan. Het zag er ook allemaal goed uit. Dus goed teken. En volgende week heb ik nog even een extra afspraak. Ik moet wel zeggen dat ik vandaag erg moe ben. Je hoofdpijn. Als ik recht lig in mijn bed en ik wil me dan verdraaien, dan zit er eigenlijk een zenuwklem in mijn linkerlies. Staat helemaal los van mijn borsten, maar dat is gewoon een probleem wat ik heb. Dus ja, dat helpt natuurlijk ook niet echt mee. Als ik lag niet echt lekker, een beetje hoofdpijn, moe. Ik dacht, misschien kan ik wel mee naar de verjaardag van mijn nichtje vanavond. Maar dat heb ik helaas toch maar afgezegd. Want ik denk, ik ben vandaag wel echt even moe. En Jessie Silver is ook heel erg aan het hoesten. En die komt verder ook heel vroeg. Dus ja, nog rustiger aan. Eigenlijk wat de verpleegkundige ook zei. Rustig aan doen. Je lichaam die is heel erg bezig met dat proberen te herstellen. Dus dat kost veel energie. Toen ben ik ook nog even met mijn moeder meegegaan naar de fysiotherapeut. Want die kon mij gelukkig brengen naar het ziekenhuis. En dat gaat gelukkig ook de goede kant op van mijn moeder. Dus nou, langzamerhand zijn we allemaal een beetje aan het verbeteren. En Sergio die heeft een heerlijk eitje voor mij gebakken alvast. En die is nu ook aan het werk. Goedemorgen. Goedemorgen. Dan is er hier iemand helemaal door het dolle heen. Ja, oh, ik dacht dat je mij bedoel. Rustig. Pas op voor mama. Pas op voor mama. Nee. Waarom ben jij zo? Hè? Dat ik het klaar mee zie. Na een jaar is hij er weer. Is die er weer. Bam. 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 Ja. Ah, dit wordt een leuke week. Dit wordt fantastisch. Bam. Dit wordt. Ik heb er echt heel veel zin in ook. Ik heb ook veel zin. Au! Wat heb jij mij? Nee, dit is niet voorzichtig. Pas op voor mama, pas op. Hij zegt niet te houden. Hé, hey, rustig, rustig jongen. Rustig. Het komt wel goed. Ja, we gaan alvast naar beneden en ja, we gaan even onze spullen. Even misschien een theetje drinken met anijs. Nee, dat is vies! Of misschien een warme chocomel. Chocomel! Dat vind ik lekker. Vind Jessie niet lekker warme chocomel? Wel. Met slagroom. Nee, maar niet met slagroom, maar wel zonder slagroom. Hé, maar wie is er? Jessie. Wat is er nog meer bijzonder aan vandaag? Wie is er jarig? Oma. Oma wie? Oma Elsje. Oma Elsje? Die begint aan de derde jeugd. 70 jongens. Oh. Nou, dat is toch een bijzondere leeftijd weer. Hè? Dat is ook zo'n leeftijd dat je dan... Je hebt een paar leeftijden waarvan ik dan vind dat 1 jaar verschilt. Maar het klinkt echt heel groot. Nou, ook ben ik... Dat had ik met 29-30. Mijn moeder belt. Ik zie het. 29-30. Ja. 69 of 70. Klopt, ja.
Gaan we zo even oma Elsje bellen, hè? Ja. Zo, we zijn in de regen aan het lopen met kleine Pietje hier. Waar gaan we naartoe, Jess? Naar oma, want oma is 70 jaar geworden. Ja, 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 ja. En we zijn natuurlijk al naar Ibiza geweest. Maar ja, we kunnen het natuurlijk niet laten om even langs te gaan. En we hebben lekker gebak meegenomen. Hey, goed volk! Lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hier de piep! Hoera! Nee, want in de schoen moet pepernoot komen. Dus? Oh, want hij bedoelt in de ene komt pepernoot en in de andere een cadeautje. Dat denkt hij. Maar het is nog maar de vraag of Sinterklaas wel langskomt. Waarom? Ja, omdat ze zelf de schoen hebben gezet. En ze zijn geslapen. Dat moet toch? Want wij slapen dan ook. Nee, precies. Misschien doen ze gewoon even een dutje en dan gaan ze dan het dak op. Ja. Oké, okay. Maar jij wilde nog wat in je schoen doen dan? Voor wie dan? Voor zo snel. Voor zo snel. Ah, oké. Okay. Nou, pak hem maar dan. Maar ik weet niet waar de wortel ligt. Oh, dan moet papa. In de koelkast in de bovenste lade. Oké. Okay. Hij heeft besloten dat het dus de laars wordt bij de tv. Want bij het water, ja dat zie je natuurlijk niet, hè? Maar we wonen aan water en daar komt natuurlijk de stoomboot. Ah. Snap je? Dus daar kunnen ze makkelijk... We kunnen ook de tv veranderen in een open haard. Kan ook, doe dat maar even voor de sfeer. Ja. Is goed. Kijk, zo, dat is een grote... Wortel noemen ze. Een grote wortel, ja. Een ja, grote knol. Een winterknol. Zo. En een liedje. Ja. Even wachten, Jessie. We dachten, we doen even een open haartje erbij. Rustig, rustig, rustig. Wie ging outfit, ze toen klapte zijn band. Het komt er zo van, als van je deur aan. Zo zit ik de laatste, weer al gaan. Goedemorgen, Jessie Silver. Goedemorgen. Ik denk dat de wortel uit mijn laarzen is. Jessie Silver is duidelijk overtuigd dat er wel iets in zijn schoen gaat zitten, maar ja. Jeetje. Hey, kijk eens. Nou ja. Kijk, hè. Heeft hij die opgegeten? Nou ja. Wow. Dat is wel heel cool. Doe maar eentje. Want deze kan op de raam schieten. En deze kan buiten geschiet worden. En deze... Nou, volgens mij hebben ze zich vergist. Waarom? Dat is toch helemaal niet voor jou. Dan ben je er gewoon een beetje te klein voor. Nee. Kijk, ik wil deze proberen.
Wat is dat nou? Een handschoen? Het lijkt wel van Spider-Man. Ja, een Spider-Man-pistool. Was dat voor mama? Kom eens. Ja. Nee. Oh, die is net geen groep, hè? Wat zijn we aan het maken, Jess? Huh? Wat zijn we aan het maken? Een schoorsteen. Een schoorsteen. Met een mooie schoorsteen erbovenop met vuur. Ja. En waarom doen we dat? Omdat we gaan een huis maken. Ja, en dan kunnen we daar je schoen in doen als het weer mag. Ja. Hè? Ja. En het is wel een hele goeie, want er zitten ook wat deurtjes in. Ja, en ik ga een behangetje maken. Ja, jij gaat even een mooi behangetje maken. Nou, dit wordt fantastisch. Zo, dit is wel echt heel gaaf geworden al, hè? Fotootje erbij, voor de duidelijkheid. Raampje, nep cadeautje. Alles is mooi. Alles is mooi. Goedemorgen. Nou, het is alweer maandag en ik ben alleen vandaag. Mijn buurtjes waren weer zo lief om Jesse Silver mee naar school te nemen. En Sergio, die is... werken. Ja, ik ben vandaag begonnen met een appje te sturen aan mijn tandarts, want ik had gisteren DNA's in mijn hand. Dus nu heb ik weer een hoekje eruit. En ik was er zo blij mee. Dus nou, daarmee begonnen. Ik heb gisteravond ook even een appje naar mijn moeder gestuurd. Of zij misschien toevallig even naar haar, aan haar fysiotherapeut wil vragen wat dit plekje zou kunnen zijn. Ik heb er even een kruisje op gezet. En ik heb nu eigenlijk al een paar weken dat ik hier een beetje last heb op dit plekje. En dat is dus vooral als ik bijvoorbeeld hurk. Als ik de bal van mijn voet druk zet. Dus ook als je bijvoorbeeld een trap oploopt, hè, dan voel ik dat. Ja, en als ik er dan hier op druk, ja, dan voel ik ook dat plekje is. Maar ik heb geen idee wat het zou kunnen zijn. Ik kan me niet herinneren dat ik me gestoten heb of iets. En ik heb daar best wel al, nou, ik denk toch wel een paar weken al last van. Uiteraard heb ik het ook even benoemd bij mijn internist. Want er gaat natuurlijk gelijk als eerste alle alarmbellen af. Dat je denkt, oh mijn god. Het zal toch niet in mijn been zitten. Het zal toch niet in mijn bot zitten. Want ja, dat is wel een van de plekken waar het naar uitzaait. Maar goed, die kans die lijkt wel klein. Maar ja, toch, als iets langer blijft aanhouden. Je gaat je toch weer zorgen maken. En je denkt, het zal toch niet... ik denk wel dat het heel bijzonder zou zijn als het van hier alleen maar daar naartoe dan zou springen. Dus. Maar goed, dus ik ben erg benieuwd. Misschien zijn er wel fysiotherapeuten onder mijn volgers of andere kenners die weten wat dit plekje zou kunnen zijn. En dat ik er last van heb als ik erop druk of als ik bijvoorbeeld er druk op zet met hurken of traplopen. Dus alsjeblieft, laat het me even weten. Stel me gerust, hopelijk. Ja, ik ga... verder gaat het wel goed. Ik merk wel dat je toch... als je je op zich gewoon in je hoofd en alles goed voelt... dus niet zo misselijk meer bent. Godverdank, want ik ben klaar met de antibiotica. Ja, dat je al snel een beetje te veel gaat doen, ook als je niet echt pijn hebt. Dus ik heb gisteren natuurlijk hartstikke leuk even met Jesse Silver zitten knutselen en zo. Want ik vind het ook wel fijn dat we dat even samen konden doen met je quality time. Maar bijvoorbeeld wat je dan doet is op je armen leunen. En dan denk je, ja, ik strek toch niet of ik til toch niet. Nee, maar ja, muts. Je bent wel aan het steunen natuurlijk. En dan gebruik je ook die spier. Je zet er gewicht op. Dus dat was niet zo slim. Nou wil ik niet zeggen dat ik nu echt extra last heb. Maar ik merkte wel al daarvoor dat ik toch al wat... Ja, dat ik aan deze kant iets meer gevoeligheid heb.
En nou weet ik niet of dat bij de lippen vulling zit of dat daar mijn spier zit. Want het zit bij mij half onder mijn borstspier. Maar ja, ik moet gewoon rustig aan doen. En ja, dat is best wel lastig. En je voelt je ook wel een beetje schuldig als je je gewoon goed voelt. Verder. En ja, maar Sergio die zegt al de hele tijd, dat mag jij niet. Pak nou niet dit op. En dan denk ik, ja, het valt gewoon mee. Dit, gewoon een fles pakken of zo, weet je wel. Gewoon een drinkfles of iets. Dat mag je niet. Zet nou maar neer. En dan denk ik, ja, het voelt zo overdreven, zeg maar. En zo lullig dat je voor elk wisselwasje dan, ja, iemand moet gaan vragen. Maar goed. We moeten er even doorheen, hè, jongens. Nou, even een laatste update, zover ik jullie dat kan laten zien. Kijk, ik heb hier een flinke blauwe plek. Maar het feit dat hij zo geel al aan het worden is, zeg maar, dat wil zeggen dat het op de terugweg is. Dus dat het allemaal wel aan het genezen is. Maar nog flink blauw. Maar het doet niet echt pijn. Ik moest even lachen. Ik moest even denken. Want ik zie een appje binnenkomen van Frank, mijn tandarts. Ja, het ziet er niet uit. Even de praktijk. Oké. Nou goed. Ik ga vandaag even zelf douchen, want oeh, ik stink. En het afdrogen gaat nu wel al wat beter. Dus even snel douchen en dan is het weer tijd voor bank hangen. Ik hoop toch dat jullie dit een toffe vlog vonden. Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en het belletje aan te zetten. Zodat je weer een signaaltje krijgt als er een nieuwe video online is. Ik wil jullie nogmaals heel erg bedanken voor jullie support, aandacht, liefde en zelfs cadeautjes die ik heb ontvangen. Echt ontzettend lief. Ik zie jullie heel graag bij de volgende video. Doei!